Hoi, ik ben Paula. Ik ben de locatiemanager van Mariahoven en straks ook van deze nieuwbouwlocatie. En ik ben Wilfried, projectmanager vastgoed. Ik begeleid hier de bouw. We staan hier op de nieuwste locatie van Tante Louise in Hoge Heide aan de Raadhuisstraat. We willen jullie graag meenemen om een kijkje te nemen op de bouwplaats. We staan hier op de bouw en we gaan jullie de nieuwbouw laten zien. Althans, wat er nu op dit moment al staat. Komen jullie mee? We zijn nu aan de zijde van de Raadhuisstraat in Hogerheide. Aan die kant komt straks de entree voor het restaurant. En hier zie je al de ruimte waar het restaurant komt. In het restaurant kun je lekker eten, even verpozen en vervolgens, als je wilt, kun je door binnen. Wij zijn nu in wat straks het restaurant zal zijn. Nu staan er allemaal stempels onderaan. Maar straks wordt het een prachtig restaurant waar je lekker kunt eten, even kunt verblijven. We zijn nu in de binnentuin van de nieuwbouwlocatie. De binnentuin bestaat uit twee gedeelten, alles bij elkaar meer dan 650 vierkante meter. Daarnet waren we in het restaurant, die zie je daarachter. Nu zijn we in de binnentuin en hieromheen liggen alle woningen. En iedere woning heeft 8 à 10 appartementen en een eigen woonkamer. Bij iedere woonkamer die heeft ook een eigen terras en een eigen balkon. We staan nu op de eerste verdieping. Boven op bestellingen zoals die gemaakt zijn. Bovenop is nog een verdieping. Alles bij elkaar, 3 verdiepingen. We gaan er rond, eerste en tweede. Nu zijn we weer een verdieping hoger. We zitten nu op de tweede verdieping. Dat is de hoogste verdieping van allemaal. Kijk naar de ruimte. Wij staan nu weer op de tweede verdieping en zoals je ziet van op de tweede verdieping heb je een prachtig uitzicht over de Brabantse Wal. Daarnaast heb je heel veel parkeergelegenheid. Je hebt Albert Heijn aan de ene kant en aan de andere kant de Aldi. Bij deze willen we jullie ook de nieuwe naam bekendmaken. En de naam is? Hogerwaard. Hoi, we zijn nu op locatie Mariahoven en ik ga jullie laten zien wat voor plannen we hebben. Hier is de locatie. Aan deze kant is het restaurant. Het restaurant blijft in de nieuwe plannen. En aan deze kant hebben we het Zuidkwartier. Deze vleugel met appartementen blijft ook staan. Dit is het restaurant van Mariahoven. De bewoners kunnen hier tussen de middag een warme maaltijd eten. En daarnaast worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Zoals een bingo of een knutselmiddag of een optreden van een zanger. Wij staan hier nu in het gedeelte waar de scheiding gaat komen. Het oude gedeelte aan die kant, dat gaan we slopen. En het bestaande gedeelte aan deze kant blijft allemaal staan.
Dit is de behandelruimte van Mariahoeve en de bewoners kunnen hier hun therapie ontvangen. En straks bij de verhuizing dan blijft deze behandelruimte blijft ook staan. Hier kunnen bewoners gaan eten, maar ook gebruik maken van activiteiten. En op dit moment wordt er bijvoorbeeld gebiljart door deze heren. We staan hier in de gangen waar de appartementen zijn, waar de bewoners wonen. De appartementen zijn ruim opgezet en iedere bewoner heeft eigen sanitair en een eigen keukenblokje. En deze meneer woont hier al heel wat jaren. En hoe vindt u het? Vanaf 2001. Vanaf 2001, ja. Het is uitstekend, het is iets goed. Ik ben een losse kop dus. Ik ben losse nachtenaar. Ik ben altijd hier losse nacht gewoond. Kijk mooi. En u woont hier graag? Ik woon hier heel graag zelfs. Dan zou ik zo aan je flauwen denk ik. Kom hey, maar. Kom maar binnen. Ja hoor. Mag je binnenkomen? Het is hier geen rotzootje. Nee, heel netjes. Het is geen rotzootje hier. Hoor. Het is mooi hier. Hoor. Wat mooi. Hier staat het bed. En daar staat de televisie. Daar staat de radio. Nou, wat moet je dan weer? Er is een eigen keukenblokje. En een eigen sanitair. Ja. We zijn nu buiten en ik kan jullie even laten zien van waar we het gebouw gaan slopen. Vanaf waar die boom daar staat gaan we het gebouw slopen tot helemaal achterin. En van daaruit gaan we nieuwbouw plegen, maar ik neem jullie even mee naar achteren om dat te laten zien. Hier zie je de achterzijde van het gebouw. De achterzijde van het gebouw wordt dus gesloopt en maakt plaats voor nieuwbouw. En de nieuwbouw kijkt dan ook uit op de prachtige polder van Ossendrecht. We hopen dat we jullie een goede indruk hebben kunnen geven van Mariahoeve en van deze nieuwbouwlocatie. En tot de volgende keer! Thank you.